Ik heb dus proteïne, of nou ja, gewoon een smoothie met proteïnepoeder. Maar ik heb voor het eerst proteïne, unflavored proteïnepoeder. Die had ik gekocht, maar heb ik nog niet geprobeerd. Want normaal is het altijd echt super zoet. Je proeft het echt niet. Ik ben ready for the day. Doe jij? Die kat zijn echt irritant. Ik ga zo meteen laten laseren bij Change Laser Clinic. Mijn bikinilijn en mijn oksels laseren. Dus dat heb ik zo meteen afspraak voor mijn tweede afspraak. En dat ook van 2 tot 3. En dan om 3 uur komt mijn zusje naar Amsterdam. En dan gaan we gezellig leuke dingen doen vandaag. We gaan even lekker rondje lopen buiten in de pei, koffietje halen, iets eten halen. Ja, je kan natuurlijk nergens naar binnen nu, dat hadden we eerst als plan. Maar nu gaan we gewoon wat dingetjes afhalen. En vanavond slaapt zij hier ook, dus dat is super gezellig. Dus let's go! Oh ja, dit is de fit trouwens van vandaag. Deze trui is van de Pull & Bear, echt in love ermee. Dan deze broek van de Week deed er weer aan. Het is zo'n broek met een V, maar dat zie je niet door die trui. Lotte en ik zijn op de Albert Cuypmarkt. Is hier nog nooit geweest. Ja, ik ben hier wel eens geweest, maar heel lang al niet. En dit is leuk, joh. We hebben allemaal heerlijke dingen. Ik ben met Lotte trouwens. Hier heb je nog een stroopwafel. En we hebben een verse stroopwafel. We hebben allemaal lekkere dingen al. Straks doen we een marktshoplog. Ik moet alles in het leven achter gaan. Ik heb net mijn... Ja, kopje. Ze ging foto maken deze van. Zei ze, wat moet ik meedoen? Je stond zo met het helemaal over jou heen. Al die kakaartjes aan de markt. Vroeger hadden we altijd yoghurt. En dan hield ze het altijd zo vast. En dan ging ze er zo schuin ermee. En dan giet ze het helemaal over zichzelf heen. Hè? Ik vind het niet grappig. Vroeger zei ik altijd je bakje, je bakje. En wij hebben lekker koffie. Ik heb thee. Het is geen thee. Try tea. We zaten net coach te maken op iemand aan de trap en toen kwam zij er langs en zei: mag ik er even langs? Sorry, maar zij kon niet meer bij haar foto aan maken. Dus ik denk dat wij hier ook. Nee, sowieso niet. We zitten hier met tassen vol vreemde foto's te maken op haar trap. We're back home en Lotte die gaat een jurkje van mij aandoen. Want die heeft morgen cocktail night met de vriendinnen voor kerst. Echt gezellig. Ja, echt leuk. En ze heeft even 800 jurkjes van mij, die ze gaat passen om aan te doen. En ik ga zo aan Vince laten zien wat we van de markt hebben gehad. Ik heb allemaal dingen voor hem gehad die hij heel lekker vindt. Cute, hè? Cute girlfriend. Ik heb een broek voor Lot uitgekozen bij... Of nou ja, eigenlijk jij bij ik Naked. Ik heb het ook uitgekozen voor jou. Dit is hem. Hij, is echt hij staat echt mooi. Dit is de Emily Star. Amelia Star. Amelia. Sustainable, hè? Ja, sustainable. Recycled. Deze is het van Naked. Hij zit echt mooi. Ja, hij is echt perfect. Hij zit ook echt nice. Mooi, mooie hoogte. Ja, is het echt goed. Is hij? Oh, hij zit echt perfect is gewoon. Helemaal niet strak mee. Nice. Is echt leuk. Dit zijn alle jurkjes die Lotte gaat passen. Het zijn er echt 8 of zo. Oh. Ja, je moet even die laarzen, dat je die erbij aan kan passen ook. En dan hebben we hier deze laarzen. Die kan ze aan. Of deze, die zijn heel cool ook. Van Steve Madden. Die of die. Meenemen. La 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 la. Oh jee. Hoi. Dit is een optie. Dat jurkje. Jurkjes van ASOS. En de hakken van Steve Madden. That's pretty. Het is wel echt leuk. Zo, deze zou ook best wel leuk zijn met die hoge, denk ik. Ja, dat kan wel, denk ik. Maar ik vind het toch meer casual, deze hakken. Ik vind het meer... Nee, het is wel echt feestelijk. Die hakken vind ik casual hoor. Nee, vind ik wel feestelijk. Oké. Okay. Nou, pretty. Volgende. Ik voel echt 10 meter. Nee, je bent lang, maar deze hakken zijn ook echt hoog. Dit is contestant nummer 2. Heel mooi is die. Jurkje is heel mooi. Kijk, de achterkant is al helemaal open. Deze van AliExpress. Echt? Ja. Ja,
Dit is een hele goede. Dit is de, ja, een soort van. Dit is de laatste optie. Ja. Cute. Heel leuk ook. Korter jurkje. Achterkant is zo. Deze ook van AliExpress. Maar ja, 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 ook leuk. Deze of die glitter zou ik doen, die lange. Ja. Dinner. Dinner is served. Cooked wie heeft cooked. Het was lang. Ja, we hebben echt goed gekookt, man. Hoi. Wij hebben net een heel seizoen Emily in Paris gekeken. Seizoen 2, we hebben het hele seizoen afgekeken in één keer. Ik ga slapen, dus ik zie jullie morgen. Thanks voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Volg me op Instagram, Isabella.